In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. We gaan weer verder met het uitleggen over de aspecten die we gebruiken in onze gebeden en in onze liturgieën. En nu gaan we ook door in de serie De Benodigdheden van onze kerk. Vandaag hebben we het namelijk over het brood en het wijn. Zoals iedereen weet, wordt altijd tijdens elke liturgie wordt er brood en wijn gebruikt, anders kan de liturgie niet plaatsvinden. En wat er allemaal met dat brood gebeurt en waarom we per se het brood en het wijn gebruiken, daar komen we vandaag achter. Om te beginnen, God of Jezus heeft zelf het brood en wijn ingesteld. Tijdens het laatste avondmaal heeft God zelf brood en wijn gebruikt om het aan de discipelen te geven. En daarbij zei hij een paar belangrijke dingen. Hij brak het en hij gaf het aan de zijnen, de heilige discipelen en reine apostelen, zeggende: neemt, eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam. Dat zegt hij over het brood. Hij zegt ook nog over het wijn. Op gelijke wijze na het avondmaal nam hij de kelk en mengde wijn en water. Dus dat brood, het wijn en het water, daar hebben we het vandaag over. Ook als we terugkijken in de Bijbel, in Johannes 6, vers 53, kunnen we teruglezen dat Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En dat is nou allemaal het doel van ons tijdens de liturgie. We willen één worden met God. We willen in hem zijn en hij in ons, zodat we kracht kunnen krijgen van hem. Om te beginnen met het wijn. Nou, Jezus zei er zelf over dat wijn dat verandert in zijn eigen bloed. Hij zegt: dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Dus dat wijn dat gebruiken wij als symbool van het bloed van Jezus zelf. En dan zien we ook dat tijdens de liturgie de priester die mengt het wijn met het water en dan wordt er één vloeistof van. En dat heeft een reden. Dat is namelijk die twee componenten die kwamen uit het lichaam van Jezus toen hij met de speer gestoken was. Toen hij met de speer gestoken was, kwam er niet alleen bloed uit of niet alleen water uit. Nee, het kwam er allebei uit. En dat herinneren we ons elke liturgie doordat die abuna of de priester water met wijn mengt. Verder heeft het ook nog een hele andere mooie, diepe betekenis of vergelijking. En dat is eigenlijk als we het vergelijken met ons doel of ons pad naar het eeuwige leven. Wij willen het eeuwige leven met z'n allen natuurlijk bereiken. En om dat te bereiken zijn er twee belangrijke stappen die wij moeten doornemen in ons leven om dat te kunnen bereiken. Ten eerste de doop. En dat is de vergelijking met het water wat de priester gebruikt. We moeten allemaal eerst gedoopt zijn om de hemel te kunnen bereiken. Ten tweede de communie die we wekelijks krijgen en dat is de vergelijking naar het bloed. Dus dan heb je weer het bloed en het water. Het water staat symbool voor de doop en het bloed voor de communie die wij wekelijks moeten krijgen. Tot zover eigenlijk over het wijn, wat dus elke week gebruikt wordt tijdens de liturgie. En nu over naar het brood. Zoals jullie zien heb ik hier een brood en dat wordt eigenlijk elke week ook gebruikt door de priester tijdens de liturgie. Dit brood wordt gemaakt in een kamertje wat eigenlijk altijd genoemd wordt Bethlehem. Bethlehem eigenlijk. En dat is een referentie naar de geboorteplaats van Jezus. Zoals we zo meteen gaan zien, dit brood wordt aan het einde van de liturgie wordt omgezet in het lichaam van Jezus. En daarom de plaats waar het voorbereid wordt, waar het gemaakt wordt, noemen we Bethlehem. Om het te maken moet je een diaken zijn. Dus degene die het brood voorbereiden, dat zijn puur diakenen. En alle materialen die gebruikt worden om het brood te maken, denk aan de oven, denk aan de stempel, denk aan de tafel, worden alleen gebruikt om dit brood te maken. Het is een heel groot heilig iets en daar kan je niet iets anders in bakken, bijvoorbeeld in die oven. De ingrediënten van dit brood zijn heel simpel. Het zijn gist, meel en water. En dat is simpel omdat je niet meer nodig hebt. Je hebt geen zout nodig om God een mooie smaak te geven. Het is mooi genoeg. Dit brood heeft een super mooie smaak zonder dat het ook nog een andere smaak nodig heeft, zoals zout of suiker of iets dergelijks. En dan gaan we die ingrediënten hebben ook een betekenis, namelijk het gist. De gist die wordt gezien als de zonde van ons. En die zonde, als die eenmaal in het meel en in het water samen opgenomen worden, dan
is dat symbool voor dat God de zonde op zich heeft genomen. Op het kruis heeft hij de zonde op zich genomen en dan gaat het brood gaat de oven in en dan verdampt de gist. Net als dat Christus op het kruis alle zonde op zich heeft genomen en ons verlost heeft van de zonde en de zonde heeft overwonnen. Tijdens dit proces van het maken van het brood worden ook altijd de 150 psalmen gebeden. Dat is eveneens heel belangrijk omdat dit een heilig proces is en niet zomaar mag gebeuren onder geklets van anderen. Er moet daarom 150 psalmen moeten gebeden worden om het proces te laten plaatsvinden. Genoeg over de voorbereiding, dan gaan we het nu over de vorm hebben. Zoals jullie zien, het brood gaat symbool staan voor God en het heeft een ronde vorm. En deze ronde vorm staat voor de eeuwigheid van God. God is oneindig, heeft geen begin, heeft geen einde. Het is rond en het heeft geen start en geen eindpunt. Als we dan heel goed kijken, in het midden hebben we een heel groot kruis. Dat wordt ook wel genoemd el isbedikon. En dat is het kruis in het midden en dat is het grootste kruis op het brood. En dat brood, dat grote kruis, dat staat symbool voor Christus zelf. Want als we dan verder omheen kijken, zien we 12 kleine kruisen. En dat is dan eigenlijk, spreekt dat voor zich, de 12 discipelen die altijd om Jezus heen waren. Als we nog eens kijken, zien we 5 gaten in het brood gestoken. Die 5 gaten, dat staat voor de 5 wonden die God op het kruis heeft gehad. Dat zijn namelijk 1 aan zijn rechterhand, 1 aan zijn linkerhand, 1 in beide voeten, 1 in zijn zij met de speer en de doornenkroon op zijn hoofd. Dat zijn allemaal wonden die God heeft gehad. En eigenlijk zie je dat het hier ook gestoken is in het brood als referentie daarnaar. Het laatste wat we kunnen zien op het brood is een tekstje in het Koptisch. Dat staat Agios Otheos, Agios Isheros, Agios Athanatos. Dat betekent heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke. Als de rest niet genoeg was, dan is dit nog een extra zekerheid dat we hiermee bevestigen dat dit Christus was, dat dit Christus wordt. Het is niet zomaar een brood dat voor iets gebruikt kan worden. Dit is echt het brood wat uiteindelijk omgezet wordt in Christus. Hier zien we dus dat het brood en het wijn wat wij gebruiken heel veel diepe betekenis heeft en ook eigenlijk een heel groot mysterie is. Het is eigenlijk iets, een goddelijke gave die op een juiste manier benaderd moet worden en elke symbool gaat direct terug naar de tijd van Jezus en wat hij toen heeft meegemaakt. Dit zien we daarom ook terug in iets wat we kunnen lezen van Johannes, Sint Johannes Chrysostomus. Die zegt als volgt: wij verenigen ons met Christus door het eten van zijn heilig lichaam en bloed. Niet alleen in liefde en vrijwillig, maar in waarheid en essentie. Dit is dus niet dat we alleen in liefde met God één worden, maar we worden in essentie één met God. We worden letterlijk één met God door zijn lichaam en bloed tot ons te nemen. En daarom is het ook heel belangrijk, wat hij verder ook zegt, wij moeten altijd deelnemen aan het lichaam en bloed van Christus in alle eerbied en geloof en liefde. We moeten dus, dit moeten we wekelijks moeten we de communie nemen. Hij zegt in alle eerbied en in alle geloof en in alle liefde. Dus we moeten ook beseffen dat dit een belangrijk sacrament is. En dat we eigenlijk met nederigheid hiermee om moeten gaan en beseffen hoe heilig dit is. Dat was het voor vandaag. Voor de volgende keer gaan we weer verder over de benodigdheden van de kerk. Hopelijk zijn jullie er dan weer. Tot dan.